Het is nog altijd niet exact duidelijk wat er misging bij Herstel NL. Top-economen Koen Teulings en Barbara Baarsma die hebben de groep verlaten naar verluid vanwege politieke druk. Maar ze zeggen in een identieke verklaring op LinkedIn dat er geen politieke druk is uitgeoefend. Bij ons is Erik-Jan Vlieger, arts, ondernemer en lid van Herstel NL. Goedemiddag. Goedemiddag. En fijn dat je er bent, laat ik dat voorop stellen. Wat iedereen wil weten natuurlijk, what happened? Een diepe zucht. Nou ja, nee, het is voor ons natuurlijk ook niet leuk wat er gebeurt. Nee, dus laten we daar heel duidelijk over zijn. Ja. Dit is niet iets om heel blij over te zijn. Dus dit is niet wat je wilde. Dit is helemaal niet wat we wilden. Nee. We zijn ongelooflijk blij dat Koen en Barbara met ons mee hebben gedacht. En om iets neer te zetten. Dus dat is het belangrijkste om te vermelden, denk ik. Ja. Maar vervolgens zijn ze gestopt. Vervolgens zijn ze gestopt en ze zijn bij ons gekomen met een verzoek of de campagne gestaakt kon worden. Er waren bronnen die dat aan hen gevraagd hadden. En toen zeiden wij van, nou, laten we dan met die bronnen praten. Dat kon niet. Wisten jullie wie die bronnen waren? Nee, dat hebben we niet gehoord. Nee, dat hebben we niet gehoord. En wij wilden inderdaad graag met die bronnen praten. Want we dachten van, ja, daar moeten we over praten. Want kijk, de campagne die wij gestart zijn, die doen we namens de mensen die ons steunen. Er zijn heel veel mensen die ons gesteund. Die is van 6.000. Er is behoorlijk wat geld opgehaald. En we zijn met hen bezig om te zeggen van, nou, we willen aandacht vragen voor een ander geluid, voor een ander verhaal. En daar hebben die mensen voor gedoneerd. Dus het zou nogal apart zijn als we, of vanwege anonieme mensen, als we die campagne zouden staken. Dus ja, zeiden we van, dat kunnen we niet. Gaan we door. En toen zeiden Barbara en Koen, ja, dan moeten wij onze samenwerking staken. En wat zij later. Zij wilden dus dat jullie stopten en zo niet, dan staakten ze. Er waren verzoeken inderdaad gekomen. Ja, precies. Ja. Maar niet stoppen met Herstel NL, maar stoppen met de campagne. Dat was de vraag. Ja, tot aan de verkiezingen. Ja. Ja. En weet je nou nog steeds niet wie die druk heeft uitgeoefend? Nee, dat hebben we niet. Want dat is wel belangrijk, hè? Ja, zeker. Natuurlijk. Wie dat is geweest. Ja. Je collega Robin Fransman die zei op Twitter dat het uit Politiek Den Haag kwam, kringen rond het kabinet. Dat zou natuurlijk heel kwalijk zijn als dat het kabinet is dat opbelt en zegt, kap er mee. Ja, dat zou heel kwalijk zijn. Zo precies is het zeker niet genoemd. Maar het was wel zo serieus dat wij vonden dat we daarover moesten vergaderen met onze Raad van Toezicht. Ja. Herstel NL zit gewoon keurig in elkaar met hun bestuur en de Raad van Toezicht vandaar. Mm-hmm. Ja. Nou, wat natuurlijk voor ons als buitenstaanders, hoe het overkomt is, vorige week zat iedereen nog in een talkshow, afgelopen zondag Barbara Baarsma nog, hebben jullie je plan gepresenteerd, de posters kwamen overal, het leek goed te gaan. Toen kwam Arjen Lubach op zondag en die kwam met een vernietigende reportage over jullie plan. Dat kon absoluut niet en ineens gingen Barbara Baarsma en Koen Teulings weg. En ineens was er druk vanuit de politiek en ineens was het mis. Ja. Dat is raar. Het was voor ons ook onverwacht. Maar kan het zo zijn, ook in theorie, dat die drukker wellicht niet op die manier is geweest, maar dat ze dachten, ja, daar gaat mijn reputatie. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Zo heb ik het niet begrepen. Zo hebben zij dat niet verteld. Nee, zeker niet. Nee. Nee, want gisteren zat de econoom Arnold Boot bij Op1, de talkshow. En die zei dat hij, dat heeft gewoon toegegeven, dat hij zelf ook druk heeft uitgeoefend. Er is druk geweest, signalen geweest van verschillende kanten. Onder andere ook van mij. En dat geldt met name voor Barbara en voor Koen Teulings. Want Bas Jacobs had al eerder aangegeven dat hij terug wilde treden. Nou. Ja. Ja, is dit het dan? Weten we nu, het is eigenlijk Arnold Boot geweest plus misschien een paar mensen in de directie van Rabobank. Nou, als dat zo zou zijn, zou natuurlijk niet de tweet van Robin Fransman correct zijn geweest. En we hadden reden om aan te nemen dat hij correct was. Over het politieke druk. Nou ja, ja, precies. Kringen in Den Haag, ja. Ja, ja. Maar het zijn, als ik het nog even goed begrijp, ook voor de luisteraar. Robin Fransman, de voorzitter, die zegt, er is politieke druk uitgeoefend. Niet direct bij jou of bij hem, maar aan Barbara Baarsma en Koen Teulings. Die hebben vervolgens dat ontkend op hun LinkedIn gisteren. Toen waren wij het spoor een beetje bij. Toen dachten, nou, wat is nu waar? Maar jullie houden dat nog altijd vol. Ja, wij hebben niet verkeerde dingen de wereld in zitten slingeren. Wij hebben zo precies mogelijk willen vertellen hoe het zat. Ja. En daarom hebben wij dat zo gedaan zoals het is. Maar hoe kijk je dan vervolgens naar die reactie die ze dan nu hebben gegeven? Ja. En ze zeggen, nou nee, dat was helemaal niet zo. Ja, dit is natuurlijk voor heel erg veel mensen onplezierig dat er nu twee verhalen zijn. Dat is natuurlijk niet plezierig. Ja, als ik het goed begrijp. Het is voor ons ook niet plezierig. Als ik het goed begrijp, dan hebben Baarsma en Teulings eerst gezegd, ja jongens, we moeten ons terugtrekken, want politieke druk. Vervolgens hebben jullie gezegd, ja, we gaan ons niet terugtrekken. Dan moeten wij ons terugtrekken, oké. Vervolgens komt Robin Fransman met zijn verklaring. En daarna hebben zij gezegd, hey, wacht even, de politieke druk, daar weten wij niks van. Dus er zijn twee verhalen die aan jullie zijn verteld door diezelfde mensen.
Het komt erop neer dat er inderdaad lucht zit tussen de verschillende verhalen. Ja, okay. Ja. Okay. Wat betekent dit nou allemaal voor HerstelNL? Dus we hebben natuurlijk die kritiek van Arjen Lubach. Laten we nog even horen. Ik wil zo graag dat HerstelNL gelijk heeft. Dat alles gewoon weer open kan. Hè? Scholen, kroegen, kappers. Iedereen wil dat. Maar alle bushokjes in Nederland volhangen met valse hoop, dat is gewoon gemeen. Misschien is er wel een betere oplossing dan wat we nu aan het doen zijn, maar dit is hem in elk geval niet. Ja, er waren ook nog een hele hoop deskundigen in de AD die kritiek hadden op jullie plan. Dan ook nog, ja, toch een beetje mot binnen jullie beweging. Ik zou zeggen dat berokkend schade. Aan jullie reputatie en jullie geloofwaardigheid ook. Zeker, dit is natuurlijk helemaal niet plezierig. Dit is niet wat we willen, dus dit is lastig. En we hebben dus ook heel goed nagedacht over, nou ja, wat is voor ons nu een goede koers? En voor ons is het heel simpel. Wij hebben een plan wat goed doorgerekend is door 9 groepen van wetenschappers. En de soort kritiek die je Arjen Lubach hoort uiten, die duidt erop dat hij dat allemaal niet goed bestudeerd heeft. Dat dat niet goed bekeken is. En dat is misschien een opdracht aan ons, dat we dat beter uitleggen. Dat we dat gewoon nog eens wat beter laten zien. Dus dat gaan we doen. We gaan gewoon goed uitleggen van... Ja, jullie gaan het plan niet aanpassen. Jullie blijven bij het plan dat jullie hebben. Nou, de kern is dat heel veel mensen het niet begrijpen. En dat het op een hele gekke manier samen wordt gevat. Hè. Er wordt gezegd dat wij hoe zei Marcel Levy het ook alweer, dat we kwetsbare reservaten gaan stoppen. Ja, grootste punt absoluut van kritiek gaat over... Waar komt het vandaan? Nou, het is absoluut kul. Nou, dat snap ik wel. Want uiteindelijk is een van de grootste punten, wat ik heb gelezen, is... Ja, wat we natuurlijk willen is dat we de kwetsbaren beschermen. Maar ja, hoe bescherm je kwetsbaren? Niet door ze nu in het Vondelpark rond te lopen, waarvan ik overigens op beelden via Twitter nu zie dat bevrijdingsdag daar is losgebroken. Dus je beschermt ze door ze, neem ik aan, niet door ze een uurtje te geven in de supermarkt waar nog geen andere mensen zijn. Ja, dat klinkt ook een beetje als een reservaat, toch? Dus je krijgt toch een twee-stromen samenleving. Mijn ouders mogen niet hetzelfde wat ik doe. Dat is een hele mooie formulering. En het interessante is, jij zegt mijn ouders mogen niet hetzelfde als wat wij doen. Wij zeggen, nee, dit plan gaat helemaal over vrije keuze en eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar het probleem is natuurlijk, helemaal met de kwetsbaren, die zitten nu al thuis. De echt kwetsbaren, die ontzeggen zich de samenleving al. En nog gaat het verschrikkelijk slecht met het aantal besmettingen. Kijk, maar dit is interessant. Waar het om gaat, is besmettingen bij kwetsbaren en hoogkwetsbaren. En wij zeggen, die kwetsbaren en die hoogkwetsbaren, daarvoor moeten we zorgen dat de besmettingen omlaag gaan. En dat is een plan dat wij, denk ik, redelijk hebben uitgelegd, maar niet goed genoeg. Want het kan echt, en het interessante is, dat het supergoed is doorgerekend. En by the way, het beleid van de overheid, wat we nu voeren, is niet doorgerekend. Maar dan nog even heel wat anders. Er wordt gevaccineerd. Ja, dat is fantastisch. Wordt jullie plan niet... op rechts ingehaald door die vaccinatiecampagne? Want dan heb je dat helemaal niet meer nodig. Al het werk voor niks. Kijk, de groep hoogkwetsbaren, dat zijn er zo'n beetje 4 miljoen. We verwachten dat die ongeveer gevaccineerd zijn in juni. Mm-hmm. Dus als je zegt van we moeten wachten op de vaccinatie, dan zeg je het beleid wat we nu doen, houden we vol tot juni. En dat kan, dat is een optie. Wij willen alleen maar zeggen, er is nog een optie. Er is ook een andere manier waarop je open kan. En wij denken en dat je dan de kwetsbaren beter kunt beschermen. Mm-hmm. En dat je meer vrijheden kunt hebben in het land dan nu. En toch zegt minister Hugo de Jonge, want die heeft inmiddels ook gereageerd op alle ophef. Die zegt, het plan is levensgevaarlijk. Ja, en dat is fascinerend om te zien. Want de wetenschap die achter ons plan zit, laat juist zien dat het minder gevaarlijk wat is. Wat vindt u dan van zo'n uitspraak van de Jonge? Nou ja, ik zou hem heel graag uit willen nodigen van... Dan moet je het plan toch echt iets beter bestuderen. En dan moet je toch echt eens goed kijken naar de literatuur die erachter zit. En dat is ook de hele tijd ons verzoek geweest. Laten we daar nou serieus met elkaar over in gesprek. Dat is de bedoeling. De minister kan niet anders dan zich niet goed verdiept hebben in het plan. Dat is eigenlijk wat wij concluderen. Ja. Oké. Okay. Gaan jullie verder met campagne? Ja, wij gaan verder met de campagne. Dat hadden we volgens mij ook al gezegd gisterochtend. Ja, maar het is toch even goed dat we nog een keer... Ja, ik hoorde ook spotjes vanmorgen op de radio. Met de campagne. Die zijn vandaag begonnen, die radiospotjes, of niet? Ja, ik hoorde ze voor het eerst, ja. Dankjewel, Erik-Jan Vlieger, arts, ondernemer en lid van HerstelNL.